Ook de bevolking van Tiel moet in januari 1945 de eigen stad verlaten. En al is de oorlog afgelopen, een terugkeer naar de eigen stad zit er niet in. Te gevaarlijk. Ook hier is de schade zo groot dat je er moedeloos van zou worden. Waar moet je beginnen? Deze brug, dit was de doorlaatpost? Dit was de doorlaatpost en hier mocht dus niemand, Tiel was om te beginnen, was Tiel helemaal leeg. Alles was geëvacueerd en niemand mocht Tiel in. En waarom niet, mochten de mensen niet terugkomen, omdat er geen water was. Maar die watertoren, ja, die was stuk geschoten. En die watertoren die is in april 1945, dus kort voor de bevrijding, is die watertoren in elkaar geschoten vanaf Wamel. Vanaf de overkant waar de geallieerden lagen? Door de Engelse troepen hebben die watertoren in elkaar geschoten, ja. U was geëvacueerd in Maarsen en u bent dus deze kant op gefietst, ja, denk ik? Met de fiets. En wij zijn met de fiets van Maarsen hierheen gegaan, omdat wij hadden gehoord dat er dus deze post, dat we hier overheen konden om naar Tiel te komen. En toen werden we hier aangehouden en we moesten ons melden hier in de Hamsebrug. En, daar zaten dus mensen van de BS en die hadden een lijst, een kleine lijst van 15 mensen stonden daarop, die Tiel wel in mochten. En daar stond, mijn vader stond daar ook bij, omdat hij dus relaties had met de waterleidingmaatschappij. Uw vader had een bouwbedrijf? Die had een bouwbedrijf en die werkte eigenlijk tientallen jaren heeft hij alles gedaan voor de waterleidingmaatschappij. Beschrijft u eens, hoe zag Tiel eruit toen u binnenkwam? Nou, de eerste gedachte, ik weet nog dat wij hier de brug over gingen, dat wij door Drumpt heen gingen. Toen denk ik, goh, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand hier, hè, in Drumpt. En toen zagen we op een gegeven moment hoe Tiel eigenlijk verwoest was. En dan het zwaar gehavende Tiel. Van de oude kerk is weinig overgebleven. De markt is in een woestenij herschapen. De waterpoort heeft opgehouden te bestaan. En u heeft stellig nooit gedacht dat schepen op deze ongebruikelijke wijze in een haven konden liggen. Ja, het was een chaos en van ons werd verwacht dat dat het opgeruimd werd en dat er zo snel mogelijk water kwam. Ja, maar dat was een enorme klus. Ik denk dat je daar veel menskracht voor nodig had. Waar haalden jullie die vandaan? Nou, dat was het grote probleem. Wij liepen daar, toen zei mijn vader ook. Hij zegt, ja jongen, met z'n tweeën kunnen we ook niks. En toen zijn we teruggegaan naar de binnenlandse strijdkrachten die dus op de Stationstraat zaten. En hebben we gezegd, ja, we moeten mensen hebben, anders dan kunnen we niets doen. Daar hadden ze een aantal mensen gevangen genomen die voor de Duitsers hadden gewerkt. Het zij vrijwillig of die van de straat opgepikt waren en het nodige voor de Duitsers gegraven hadden. En toen kregen we op een gegeven ogenblik, 40 man die zouden ons komen helpen. En mijn vader ziet die lui aankomen en die zegt op een gegeven moment, jongens, zie je dat, er lopen ze met wapens omheen. Wat moet dat nou? En die maakte direct een hele stampij erover, over die wapens. Die wilde geen wapens op de bouwplaats? Die wilde geen wapens op de bouwplaats hebben. Toen is hij naar de BS gegaan en toen zegt hij, ik wil die wapens van het werk af hebben, want anders stop ik. En toen zeiden ze, ja, maar dan lopen ze weg. Toen zegt hij, als ik nou met die mensen een afspraak maak dat ze het karwei afmaken, zo dat er in ieder geval water gegeven kan worden. Zij moeten beloven dat ze niet weglopen. Geen man is weggelopen. En ze zijn allemaal gebleven. En we hebben het karwei gemaakt. Althans, eerst zijn we begonnen met het ruimen. En nou zit daar, je ziet daar die witte deur. Daar zit een kelder in. En daar stonden drie elektromotoren in die het water omhoog pompten, maar die stonden, dat stond helemaal onder water. Die hebben we eerst leeg gepompt, de kelder leeg gepompt, die motoren eruit gehaald, hebben ze gedroog gestookt. Ze zetten op een gegeven ogenblik de schakelaar om en alle drie de motoren die werkten.
die begonnen op een gegeven moment onmiddellijk de pompen die in de grond zitten in beweging te zetten. En toen kwam het water omhoog. Ja. Maar toen ontstond er weer een heel groot probleem, want het water werd rechtstreeks van de toren de stad ingepompt. Overal in de stad, daar spoot het water omhoog. Maar dit alles bij elkaar duurde een paar weken voordat we zover waren dat het water in de stad dicht was. En dat er in ieder geval water was in de stad. En dat, dat de mensen geleidelijk aan weer terug konden komen. Ja. Het was ook het eerste nieuwe werk wat in Tiel klaar kwam. Dit is inderdaad echt symbool voor de wederopbouw dan eigenlijk. Ja.